Het is weer in een zotte vandaag. Allee, niet te brutaal. Zo is het. En denk eens curieus of dat de leeuw er vandaag gaat uitkomen. Want als het goed weer is, dan ziet hem niet. En als het slecht weer is, dan is hij maar met zijn klang aan het. Och ja, dat is ook waar. Dat is goed mogelijk dat hem vandaag een neef kinderfateur ging kopen. Hij was jaloos op mijn kaar, hè. Het weer taart, want daar rijden je schandalen. En dan denk eens curieus met wat hem gaat afkomen, want smaak heet de leeuw niet, hè. Smaak! Zijn zang is twee munten en je hebt hem een lange broek aangedaan. Ai, als je het van... Och, ging de ritme, zijn ging de ritme. Zie nou met wat een pretense, met wat een pretense dat hem eraan komt gereden. Aan de Leo. Gastel. Je komt er zo laat uit, jongen. Ik heb zin een beetje later, maar ik zin een neef wat teug gaan kopen zitten. Oh, god, joh. Het was me nog niet opgevallen. Is gewoon, dus net... ze? Een witte. Ja, knap. Ja, ik zag geen gevaar wel niet afkomen, ze maar ik dacht dat crème glaskarken was. Ja. Ja, twee taarten, Leo, want in de ander zat hem er bekend met zijn biertjes door, hè. Ja, ik heb op geen 1000 francs gezien, hè, Gaston. Maar ik zeg altijd, het is tenslotte voor de klanen zijn leven, hè. Ja, Leo, als je vroeger zelf in een appelsinkist hebt gelegen, dan weet je maar hoe dikwijls dat je met rode koken hebt gestaan, hè, jongen. Ja, en als ze het van hun moeder moeten hebben, Gaston, oh. Ik heb er nog juist een woord gehad met mijn vrouw. Ik zou er iets van krijgen als ze met haar pollen om mijn palmen aankomt, hè. Ja. Voor hem te verzorgen. Ze kunnen het niet. Ze kunnen het niet. Juist gelijk die van mij. Die is in alles thuis buiten thuis. En thuis is die in niks thuis. En ze is nooit niet thuis. Oei. Och, is het. Het is tijd voor zijn eten. Allee, kom eens hier. Zie die. Ja. Allee. Wat geeft hij nou aan die kleine Leo? Beren, Gaston. Beren? Nee, bij mijn vrouw is het altijd pap en nog eens pap en nog eens pap. Die denkt dat met een palmen nou een kalf is zeker. Oh, nee. Belangen niet een beetje beren en af en toe laat hem eens een goeie boerken, hè? Eet hem goed. Ja, ik mag niet mopperen. Er is nog zijn tweetal oren mosselen op. Oh. Ja. Toch niet meer patat friet, hè, want dat is waar, hè. Nee, dat zou ik niet durven, hè. Met gebakken patatjes, hè. Oh. Gebakken patatjes. Hé, ze zee, die zijn god in de gatoot, hè. Allee, wacht even. Malasse. Allee, het is al leeg, ja. Hij zal ons een dessert ontknabbelen, zeg. Wat is dat? Hij zal ons een dessert bij zich als aan een banaan ontknabbelen, zeg. Belangen niet. Oh nee, het is een neusje dat boven het deksel stikt. Ja. Hij heeft alles van zijn vader, hè, Leo? Ja, het is een schoon baasje, hè. Allee, al goed dat dochter niet op paard trekt, hè. Al hier die kop in de roe verf, die kan ze niet wegsteken, hè. Ja. Zeg, Gaston, heb je nou toevallig geen gazetbaar van vandaag? Nee, waarom? Wel, jongen, ik zit er zo mee met mijn kop, hè. Met de toekomst van mijn palmen nou, hè. Zijn toekomst, hè. Ja, ja. En dan zie ik iedere dag in de gazette wat er de laatste tijd het meeste vragen in is, hè. Ze vragen de laatste tijd nogal veel ingenieurs. Maar ik denk niet dat hem er goed voor is, want hij breekt alles te geren af, hè. Als ik vanavond was, kleed hem talen studeren. Oh. Talen. Ja? Hij brabbelt zoveel dat ik niet verstaan, hè. Ik denk dat hem daar straf in is, leidt. Oh, ja, ik zeg nog, ik zit er zo mee in mijn kop. Zijn toekomst, jongen, ik hoor ik, hè. Ik hoop altijd maar dat mijn purgeanske later een man treft die niet wordt in de wereld. Verstaat het, leidt? Ja. En daarvoor zou ik zo heren hebben dat later mijn purgeanske met jouw palmen nou zou trouwen. Zeg, Gaston, dat pak maar, ze. Dat pak maar dat je daar aan denkt. Ja, je zegt zo wel iets. Ik zie ze al staan, ze. Samen op stadhuis.
Ah, helemaal in het beet. Want Akliet schoor ja, me een palme ja, nou, ja. En Purgeanske met zo'n lange witte satana aan de slaat. Nee, dat vind ik niet. Nee, dat is een klein beetje overdreven. De taart dat de vrouwen al hier moeten flatteren, dat is verbazend. Gaston, ja. Dat is gedaan. Nee, ik vind een duipjeske meer als genoeg. Meer als genoeg. Ja, hij kent tenslotte meer van de mouden dan ik, hè, ja. Oh. En ik weet goed genoeg dat je mijn dochter niet achter wat zou zitten tegenover uw zoon. Hè? Oh, Gaston. Nee, ja, ik zie ze al zitten, ze. Zo gezellig alle twee in zijn appartement. In hun appartement. In hun appartement, hè. Hoe zeg je dat? Hun. Oh, ja, dat is zeker, hè. Easy. Hij is zo gezellig zijn gazetje aan het lezen en zij is zo gemoedelijk aan het kussen, hè. Ella. Daar is mijn dochter niet voor in de weeg geleden, hè, ja. Want dan moet Abel zingen, maar zingen dat hem later s'avonds een baan verdiensten, hè. Dat hem maar een maat kan opnemen, hè. Dat mijn dochter niet moet gaan kussen. Baan verdienen. Mijn zoon zal in een dag meer als genoeg verdienen dat hem s'avonds niet moet gaan baanwerken, hè. Dan moet hem ook de pretentie hebben dat mijn dochter s'avonds zijn een vulgat niet moet opkussen, hè. Hé, het is toch maar een vraag, zeker. Zo heb je haar vreugde niet geredeneerd, hè. Want je hebt chance met jouw karaktertje dat je van mij een oud leven hebt gekregen of je hebt hier niet met een zoon gezeten, hè, meneer? Hé, we waren toch kameraden, zeker? Kameraad. Daar zouden ga je een taart niet norsen. Want daar zou ik schrik van hebben dat de zoon maar zoveel van haar karakter moest hebben, want dan was het geen goeie, hè, meneer? Oh nee, wel, dan zou ik kunnen zeggen, het is duidelijk dat de dochter niet apart trekt, want je weet gaat ook genoeg dat je vreugde iedere avond met een andere leeftijd naar huis gekomen en stelde verder dat de dochter maar zoveel van haar bij, dat ze er iedere avond met een andere vrouw staat. Dat zal dat schoppeke niet doen. Dat zeg ik niet. Mag ik zeggen het maar? Die krijgt een opvoeding, hè. En als er iets verkeerd is, dan leg ik intens de lap op. Voilà, en dan zou ze van mij nog een lap kunnen bakkragen. En pas op, erin die smalle palmen ook geen gemakkelijke zin, hè? Maar ga, blijf van mijn dochter af, zin, hè. Ga je nu een palmen houten, heb je dat verstaan? Die niet geen palmen houten, die niet palmen houten, weet je dat? Maar ik heb al dikwijls goest, ik had als ik een dochter een stoeme smiekel zag, voor niet per chance te zeggen, maar per gase. Dat is precies de smurfje dat erin lijkt. Als je nou nog één keer iets zegt van dat onschuldig schoppeke, dan zal ik die ongekleerde kapstok door eens... Hela. Na zit het te varen gaan, jongen. Na zal ik maatregelen treffen, zeg. Maar ga de haar nog tegen doen? Ik ga naar de avocat. Voor wat? Ik laat ze schieren.